Nou Kees, jij staat hier voor jouw fiets. Ik sta voor mijn fiets, ja. Dat is niet voor niks. Morgen ga ik weer trainen. Ja, waarvoor ga jij trainen? Wat ga je doen? Nou, ik heb een actie bedacht. Ik ga 1 april ga ik 11 dagen fietsen. En dan ga ik elke dag 111 kilometer fietsen. En het is een goede doelactie voor mezelf. Voor het café, ja, om het café te behouden. We hebben toch een slechte tijd met de horeca. En ik ga nu het leuke combineren met het goede. Nou, de actie, je kunt mij sponsoren voor €25 per persoon. En dan ga ik fietsen en ik ga 11 dagen fietsen, elke dag naar een andere stad. En die route die ga ik op de social media zetten en die kunnen mensen ook fietsen. Ja, en ik ga ook iets vertellen over de stad waar ik naartoe fiets. Ja, en dan heb je al wat steden in je hoofd waar je graag langs wil? Ja, ik heb zeker. Ik wil eigenlijk een rondje Twente maken. Dus routes naar het noorden, richting Hardenberg, Ommen. En dan richting Almelo. En het rondje helemaal rond. Dus ook naar richting de Achterhoek. Ja. Plaatsen als Eibergen, Groenlo. Ja, zeg maar een grote straal rond Oldenzaal, Enschede. Het idee is ontstaan dat ik toch elke nacht thuis moet slapen. In verband met de lockdown. Dat ik elke avond naar huis kom. Dus ik blijf in deze regio. Klinkt het ook een beetje als een laatste redmiddel of echt een hulp die je nodig hebt omdat het zo zwaar is deze tijd? Nou, ik heb al een heel jaar geen inkomen meer. En mijn compagnon ook niet. En we hebben alles personeel nog in dienst. En we krijgen natuurlijk een hoop subsidie van de overheid. En daar zijn we heel blij mee. En we gaan het met Rox ook wel redden. Alleen ik moet nu wel proberen om rond te kunnen blijven komen. Hè? We hebben livestreams, we organiseren van alles. En ik kan me natuurlijk heel hard inzetten om goede dingen te doen voor mijn café. Hoe kwam jij zo opeens bij fietsen terecht dan? Fiets jij iedere dag of zo? Ik vind fietsen hartstikke leuk natuurlijk. En, ik kom heel graag in Frankrijk. En mijn droom is nog steeds om een keer naar Zuid-Frankrijk te fietsen. En ja, je vraagt je al heel lang af, zou je dat kunnen volhouden? En ik dacht, nou, dan moet ik een keer gaan testen. Dus als ik 11 dagen 111 kilometer per dag fiets, dat is de afstand naar Zuid-Frankrijk. En als ik dat volhoud, dan kan ik ook een keer naar Zuid-Frankrijk fietsen. Jij staat nu voor jouw fiets. Ja. Dat is zeg maar geen racefiets. Op een gewone fiets, dan fiets je wat rustiger. Dat is wel fijn, plus je ziet veel meer van de omgeving. Op een wielrennen, ik heb al heel lang ook gewielrend, dan zit je voorover gebogen. Daarbij krijg je toch de drang om sneller te gaan. En op een gewone fiets dan ben je stabieler, je rijdt wat rustiger. En dan ben je toch meer bezig met de omgeving. En de omgeving, daar is het ook om te doen. Is dit het begin van meer, zeg maar? Of, Zoals ik zei, ik heb mijn zadel laten aanpassen. En sinds die tijd kan ik weer een hele dag op mijn fiets zitten. Ja. Dus het fietsen de intensiteit zal zeker toenemen. Ik ben nu elke week aan het trainen met Allard. En elke week fietsen we een route van 100 plus kilometer. In aanloop naar. En als ik straks klaar ben met die route, ja, dan zal ik zeker wat meer gaan fietsen. Kunnen mensen jou ergens nog helpen? Nou, op Facebook vind je mij, op Kees Riemersma, op mijn profiel vind je mij wel. En daar staat de hele steunactie op aangegeven. Ja, en ik hoop dat mensen mij natuurlijk sponsoren.